een overzicht uit de kranten dan. Ongelooflijk, zeg. Hoe moeten we wel de wereld regelen als we dit al niet kunnen? Nou, dit wordt een bloeperband. Ja. Goed. Oké. Het hele dossier zit niets geks. Oprecht niets geks. Dankjewel, hè. Doei. Oh, ik zei nog even dankjewel tegen Arjan. En het filmpje hield ermee op. Misschien kunnen we kijken of we hem nog een keer kunnen starten. Bespreekt de financiële tegenvaller vrijdag in de ministerraad. Opvallend nieuws uit Syrië. Daar hebben opstandelingen... De leeftijd voor de verkoop van elektronische sigaretten gaat waarschijnlijk omhoog. Minstens 1 miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. De klachten ontstaan volgens de onderzoekers doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling. Tot slot het weer met Peter Timofeev. Dan zijn de buien denk ik grotendeels voorbij en geleidelijk komt er steeds meer zon. Ook dat is het verkeerde plaatje, maar u kunt het wel... Gaan het weer, Erwin Krol. Excuses dat ik een beetje laat ben. Waar is Erwin nu? Het weer nu, Erwin Krol. Je bent er wild. Ja, sorry, kun je gaan staan? Waar is Erwin nu? Ik begrijp dat Erwin. Daar is Erwin. Erwin, ga je gang. We zitten al een tijdje op je te wachten. Morgen wordt een prachtige zonnige dag. Gefopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Overal werd het proces met spanning gevolgd. Overal werd het... Overal? Waar? Overal werd het proces met spanning gevolgd. Bij een reeks bomaanslagen in India zijn meer dan... Nou, ik weet niet hoeveel doden gevallen. Zuid-Afrika heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een regering die het hele... Klerk, I don't fucking believe it. Zou president Mandela die dromen begeleiden. Oh, fuck it. Get him mee. Dat was het voor nu. Het volgende NOS Journaal is om 11 uur. Ik wens je nog een fijne dag. Oh, ik heb nog een laatste bericht. Maar dan moet ik even kijken waar ik die heb. Ja, bijna. Ah, daar is die. Uh-oh. Moet die nou één knoop meer open of juist niet? Nee. Het was mijn innerlijke moraal die... Ja, boobies! Nee, even kijken. Maar dan, anders zie je niks van het topje. Ik heb nog zo'n oranje pak voor als je langs de snelweg werkt. Dat zit je helemaal ingepakt. Mother of God. Zoiets? Ja, if you have it, flaunt it. En dan krijg ik weer mijn moeder. Ik zie je borsten! Jongens, in godsnaam. Nou, wat met dat plaatje. Het is verschrikkelijk. Wie doet dit? Oh, daar is hij. Godzijdank. Vannacht en morgen vooral. Ik moet zeggen dat we morgen... We kunnen vandaag en morgen mooi weer verwachten. Vandaag is het... Ja, mooie lentezon. En die boterbloemen die je ons van laat zien, dat is ook niet voor niks natuurlijk, Marco Verhoef. Nee, het zijn paardenbloemen. Oh, het zijn paardenbloemen. Ja, Elko. Oh, sorry. Hey, Philip. Ja, heel goed. Ik hoor je. En ik zie... Ja, en ik zie je zelfs. Waarom draait dat ding nu niet? Waarom draait dat ding niet, jongens? Die stoel die draait niet, hoor. Die is niet goed. He, god, het is altijd gesodemieter met die stoelen hier. Ah, sorry. Onder hun Parijzenaar Philip Freriks. Philip. Daar heb ik ook een huis. Zo te zien. Philip, kun je me horen? Ik kan niet lachen.
Vanuit het raam zie ik nu. Het is heel komisch, maar dit is niet de bedoeling van dit gesprek. Hoor je mij, Philip? Het weer met Erwin Krol. Mag dat Diana Woei zijn? Oh, het is Diana. Het is deze week wisselvallig. Hey Michiel, Rick hier, hoor je mij? Ik hoor iemand, ja. Maar iemand, of hoor je... Hoor je een, zeg maar, jezelf, hoor je God of hoor je mij? Ik hoor jullie nu allebei door elkaar. Oké, dan is het goed. Deze. Nee. Ja, dank je. Om te voorkomen dat jongeren bladibladibladibla... Oké, heel goed. Klopte die wel of niet? Ik was het wel van plan, ja. Dat is een enorme slagschaduw. Zo'n één lokje wat een beetje gek zit, maar ja. Ja, zo is goed, joh. Ik moet er ook niet meer van maken dan het is. Op tv valt het wel mee met het haar. Ja, komt goed weg. Lijkt een enorme pruik. Cyprus overlegt vandaag met de vertegenwoordigers van de EU over het reddingsplan. Volgens minister Saris is er belangrijke vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar gaat het niet gemakkelijk. Πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, να ανοίξουν οι τράπεζες. Ja, ik dacht al. Dat klopt helemaal niet. Dat hoorde natuurlijk een filmpje bij. In plaats van zat u naar mij te kijken, is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat wij doorgaan met het volgende onderwerp. Het gaat over de paus. Toch nog even naar Cyprus, begrijp ik. Cyprus overlegt vandaag met de vertegenwoordigers van de EU over het reddingsplan. Volgens minister Saris is er belangrijke vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar gaat het niet gemakkelijk. Ik denk dat het weer niet in orde is. Ja, dat is interessant. Twee keer geprobeerd nu. Dan gaan we naar de paus natuurlijk. Paus Franciscus heeft in Castel Gandolfo een bezoek gebracht aan zijn voorganger, Benedictus. Die zit sinds zijn terugtreden in het pauselijk buitenverblijf daar. Het is een... Nou, ik zal maar vertellen dat het een uitzonderlijke ontmoeting was in ieder geval van de paus. Met zijn voorganger, die dus terugtrad. Dat moet u maar van mij geloven, want het schijnt dat alles hier mis is gegaan. We gaan in de latere journaals uiteraard bij u terugkomen met en de paus en Cyprus... En de Congolese krijgsheer, maar we kunnen het u allemaal niet meer laten zien. Het weer dan nog misschien? Krijgen we dat wel? Nee, ook niet meer. Nou, u weet vast zelf al dat het koud is en een snijdende oostenwind. Die staat er. Wij gaan het hier even proberen te fixen. We zijn later vandaag met de journaals die het wel doen bij u terug. Fijne dag in ieder geval. Herman, met het belangrijkste nieuws. Ja, zeker. Het redden van Cyprus gaat ten koste van de aandeelhouders en de grote spaarders bij de Cypriotische banken. Staatssecretaris van Financiën Wekers zegt dat het een dubbeltje op zijn kant was vannacht. Nou, het was heel erg spannend. Het was een dubbeltje op zijn kant. Ja, precies. Dat zei ik toch ook al. Dat was het. Hier gaat Merel Westrik verder. Ja. En daar zijn we weer. Verder dan. Ik denk dat het weer niet in orde is. Koelt af tot net boven het vriespunt. En dat was het voor nu. Een nieuw NOS Journaal is er. Dag. Ah ja, wat is dit nou joh, schijn nou toch een partijtje uit, ga weg met je bollenkop, wat is dat nou toch? We hebben straks meer over de schokkende zaak in Haarlem. Een man heeft daar zijn schoonmoeder waarschijnlijk vermoord en is daarna met zijn twee jonge kinderen voor de trein gesprongen, straks meer. En het kabinet had beloofd in de eerste 100 dagen van zijn bestaan het land in te gaan en uit te vinden wat er leeft en wat er allemaal moet gebeuren. We wachten nog een seconde, maar Londen is ver weg. Hij hoort mij nog niet. Bert Tichelaar, je bent op de zender. We schakelen over naar Utrecht, naar politiek redacteur Kees Boman. Voor politie en justitie. En de derde plaats. Hoeveel tijd heb ik nog? Ik cannot hear anything. I only hear piep-pieps. Maar nou ja, ik geloof niet dat hij... Hoor je mij nog? Gerard, de omsingeling van het parlement die was aangekondigd, dat is niet doorgegaan. Waarom niet? Het is weer goed. Ik hoor jullie. Goed. Ja, ik hoor jullie. Gerard, fijn dat je ons hoort. We zijn inmiddels in de uitzending. Gerard? Favoriet Mitt Romney heeft na eerdere nederlaag in Iowa en New Hampshire nu eindelijk in Michigan een overwinning geboekt.
Ja, u begrijpt het. De presidentskandidaat Mitt Romney is een buitengewoon sportieve man, maar ik zie hem nog niet zo op een boot klimmen. Gemiddeld de koopprijs van een woning ligt nu rond de 300.084 gulden. Ik kom er niet meer uit. 300.000, nou, laat maar zitten. Bijna 4 ton. Goedemiddag. We zijn begonnen, begrijp ik. Ik ben er weer. Oké. Sinds deze maand hebben Duitse ouders wettelijk het recht op een plek voor hun kind in de crash. In de crash, moet ik zeggen. Ik moet mijn kabeltjes nog eens checken. Check mijn kabeltjes nog eens. Gerrit Hiemstra nu. Als hij in beeld komt nu. En dat gaat nu gebeuren. En daar ben ik dan. En morgen hebben we nog zo'n mooie nazomerdag, net zoals die van vandaag. Over Nederland trekt een noodweer, onweer, met harde regen en hagelslag. Met ongeveer 19 graden, morgen waarschijnlijk iets warmer. Of kouder, zoals u wilt. Nee, warm. Daarmee zijn we aan het einde van het 8 uur journaal van zaterdag. Van maandag. Ik ben even de datum kwijt. Tot dadelijk editie NL en wij zijn er weer om 19:30. Graag tot straks. Goeie avond. Als het dat maar goed gaat. Gaat iemand het licht uit doen? Ja, ja. Licht gaat uit. Licht gaat uit. Ben je benieuwd naar onze volgende video? Like en abonneer dan voor meer topdingen.